De hark is voor de meeste tuinliefhebbers een basisgereedschap. Hij is geschikt voor het bijeenverzamelen van onkruid en tuinafval. De gewone tuinhark is vooral bestemd voor het werken in de borders en het harken van grind. Belangrijk is dat u deze hark losjes gebruikt en niet te diep door de aarde haalt. Voor gebruik op gazons is deze hark ongeschikt. Daarvoor zijn er de blad- en grasharken. De kunststofvariant werkt erg prettig op bestrating, bijvoorbeeld voor het bijeenharken van blad. De metalen versie is een echte grashark. Maak harken na gebruik schoon met water. Metalen gedeelte kunt u insprayen met teflonspray of licht insmeren met olie.